Op donderdag 12 januari bezocht VathorstTV de opening van de dagbesteding De Amerpoort op de Elburgstraat 250. Wij maakten een korte impressie voor u. Corine Dirksen. Corine Dirksen, locatiemanager. Corine, deze dagbesteding, die houdt in en voor wie is het? Het is een dagbesteding van Stichting Amerpoort. Amerpoort is een grote stichting hier in de regio. En wij bieden dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. En specifiek op deze locatie richten we ons met name op de ouder wordende cliënt. En de ouder wordende cliënt, dat zegt niet gelijk iets over leeftijd, maar het zijn meer de mensen die in een ouder wordende levensfase zitten. En dat kan psychisch zijn, maar dat kan ook fysiek een ouder wordend stadium zijn, zeg maar. En hoeveel cliënten zijn er dan hier op deze locatie? We hebben op deze locatie dagelijks plek voor 24 cliënten en we zitten daar nog niet helemaal aan. We zijn begonnen met een groeimodel in juli afgelopen jaar en nu na een half jaar kan ik zeggen dat we voor zo'n 80% vol zitten. Dus daar ben ik wel heel erg tevreden mee. Ja, dat klinkt heel goed. En de cliënten komen hier uit de buurt, uit de wijk, uit... Hoe is dat georganiseerd? Cliënten die komen onder andere uit de buurt. Het grote project Foortse Brug, dat behoud betekent ook de woningen. Woningen hier om de hoek. Bijvoorbeeld de woningen van Amerpoort aan de Gaastgracht. Maar ook woningen van Abrona en Humanitas. En daar zijn best wel wat cliënten die daar vandaan hier naartoe komen. En het mooie is dat ze natuurlijk vrij zelfstandig hier naartoe kunnen komen. En niet met een busje hoeven te komen. Ja, dat is eigenlijk een ideale combinatie voor bij elkaar. Ja, dat is perfect. En een paar mensen. Vooropgesteld, ik ben berentrots van wat we hier hebben staan na een half jaar. En wat ik zei, we zijn 1 juli zijn we begonnen. En als je dan bedenkt dat we een nieuw team hebben staan met nieuwe medewerkers, nieuwe cliënten op een nieuwe locatie, midden in een nieuwe wijk. Ja, en de basis die we nu in het halve jaar al hebben gelegd, daar ben ik heel erg blij mee. En het mooie is ook dat we niet alleen dagbesteding hier bieden, maar we hebben ook een samenwerking staan met de inloop, zo heet dat. Dat is een inloop voor ook cliënten van Amerpoort om hier te komen eten na sluitingstijd van ons. Maar ook Beweging 3.0 biedt hier activiteiten aan. Of creatieve activiteiten of etensactiviteiten. Dus dat is wel heel mooi om daarmee samen te werken. Ja, dat klinkt als een fantastische samenwerking. Ja. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. En dat je nog lang met veel plezier je ruimte heeft creatief. Ja, dat ook wel. Jullie zijn? Creatief? Nee. Ja, ook. Ja, ik ben Patricia Ros en ik loop in stage. Oké. En wat doen de cliënten hier in deze ruimte? Nou, als je hier om je heen kijkt, zie je toch wel, mozaïeken doen we. En dan met papier. Dat we er later ook gaan uitbreiden met mozaïeken met steentjes. Leuk hoor. Dus, gewoon creatief bezig zijn, gezellig met elkaar. Ja. Praatje erbij. Ja. Muziekje erbij. Oké, nou, heel succes in deze... Meestal geen camera erbij, dus vandaar de schikking. Ja. Komt helemaal goed. Nee hoor, is helemaal geen punt. Oké, bedankt. Dit is Tom Kaspers. Nou, dankjewel. Ik moet zeggen, ik beleef het zelden zo fraai of zo aangekondigd en zo geïntroduceerd worden. Dank dames. Wat al gezegd werd, bestuurder van de Amerpoort. En ik zie een heleboel onbekende gezichten. Welkom uiteraard allemaal. En ik weet dat u in een heel verscheiden staat hier voor ons staat. Medewerkers, verwanten, cliënten, ongetwijfeld ook vrijwilligers, buurtgenoten, dus een heel gemaleerd gezelschap. Allemaal van harte welkom. Toch een paar woorden over de Amerpoort voor degenen die misschien nog niet helemaal weten wie wij zijn. Amerpoort is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En wat wij proberen is vraaggestuurd te werken voor onze zeer verschillende cliënten. We hebben cliënten van 0 tot 88, cliënten met een lichte tot een hele ernstige beperking. En die bieden we begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding, werken en ook een stukje vrije tijdsbesteding. Bij een kinder- of een peuterspeelzaal, hier vlakbij ook een kinderdagcentrum onder één dak. We hebben de Prinkhorst. Iedereen die in Vathorst woont moet dat natuurlijk kennen. Een prachtige natuurboerderij, midden in de wijk. We hebben een heleboel woningen hier in deze wijk. Kortom, we zijn nogal nadrukkelijk aanwezig. En waar we dat doen, in al die plekken proberen we dat vaak in samenwerking te doen met collega-organisaties. Ook hier. Samen met Humanitas met name en met Abrona, maar ook met, uiteraard met de Alliantie. Iedereen. En dan bedoel ik ook echt iedereen. En dan bedoel ik uiteraard in eerste instantie de cliënten. Maar dan heb ik het ook over de bezoekers. Dan heb ik het over de buurtgenoten, de medewerkers. En wie ik ook allemaal mogen vergeten. Ik hoop dat jullie hier allemaal, we hier allemaal, de komende jaren met heel veel plezier gebruik van mogen maken. Ik dank u wel. En ik neem gelijk het woord aan jullie. Het is al gebeurd, maar het gebeurt! Dat ging supersnel! En dan hij staat in nou nog een schone taak aan anderen met collega's om het doek te onthullen. Het is een sterk aan de man.